Toen dit meisje geadopteerd werd, hielden haar Afro-Amerikaanse ouders een groot geheim voor haar. Toen ze 70 jaar later de waarheid ontdekte, was ze diep geschokt. Verda Bird werd geboren in Kansas City, Missouri, op 27 september 1942. De naam die ze na haar geboorte kregen was Jeanette Beagle. Ze werd op zeer jonge leeftijd ter adoptie aangeboren vanwege een complexe familiegeschiedenis. Blijkbaar waren de biologische vader en moeder van Verda wettelijk getrouwd, maar helaas was de relatie niet erg stabiel. Haar vader zou voor langere periodes weggaan en dan onverwacht terugkeren naar het gezin. Hierdoor ondervond de moeder veel emotionele spanning en had ze het moeilijk door het gebrek aan adequate steun van buitenaf. Verda, of Jeanette, was niet het enige kind. Ze had nog 4 andere broers en zussen die zorg nodig hadden. In 1943, tijdens een van haar vaders periodes van afwezigheid, viel haar moeder van een tram in Kansas City en raakte ernstig gewond. Dit ongeluk deed haar leven volledig ontsporen. Ze moest een jaar in het ziekenhuis doorbrengen om van haar verwonding te herstellen. Gedurende die tijd werden de kinderen in een kindertehuis geplaatst, omdat het op dat moment de meest geschikte plaats voor hen was. De moeder van Jeanette was geen nalatig persoon. Na haar strijd om haar verwondingen te boven te komen, kon ze de zorg voor 4 van haar 5 kinderen weer op zich nemen. Het moet een heel moeilijke beslissing zijn geweest, maar ze besloot Jeanette niet weer onder haar hoede te nemen. Dit was hoogstwaarschijnlijk omdat Jeanette nog erg jong was en de moeder wist dat ze niet goed voor haar zou kunnen zorgen. Na enige tijd in het kindertehuis te hebben doorgebracht, trok de kleine Jeanette de aandacht van een koppel dat zelf geen kinderen kon krijgen. Ray en Edwina Wagner waren op zoek naar een klein kind toen ze Jeanette zagen. En ze werden verliefd op dit meisje. Dit zwarte koppel vond Jeanette een heel goede match. Ze zouden dit meisje opvoeden als hun eigen kind, maar besloten niet voor haar te verzwijgen dat ze geadopteerd was. Wel besloten ze haar naam helemaal te veranderen en Jeanette werd Verda Ann Wagner. Edwina had een vrij bleke huid, terwijl de vader, Ray, een donkere huidskleur had. Als vreemde Verda ontmoette, dachten ze dat ze haar lichtere huid van haar moeder had. Zowel Verda als Edwina hadden van nature krullend haar, dus het was nooit zo duidelijk dat Verda een adoptiekind was. Het leven in Newtown, Kansas was een soort normaal bestaan. In het stadje woonden veel Afro-Amerikanen en er was maar 1 school waar zowel de blanke als de zwarte kinderen naartoe gingen. Het stadje was redelijk progressief en daarom had de familie Wagner weinig last van discriminatie. Afgezien van het feit dat haar vader minder betaald kreeg dan zijn blanke collega's, had het gezin een goed leven. Niemand behandelde Verda en haar moeder Edwina anders omdat ze een lichtere huid hadden dan de rest van de Afro-Amerikanen in de stad. Het gezin werd helaas geconfronteerd met discriminatie en segregatie als ze de nabijgelegen stad Topeka bezochten. Dit was een wereldstad waar ze soms naar de kerk gingen. Slechts weinig mensen ontsnappen volledig aan de pijn van een gesegregeerde geschiedenis en anders behandeld worden vanwege afkomst of huidskleur is een pijnlijke ervaring. Hoewel Verda een zeer lichte huidskleur had, onderging ze toch dezelfde gevolgen van het feit dat ze een Afro-Amerikaanse was in een land dat wetten van scheiding en segregatie tussen zwarte en blanke mensen handhaaft. Op 21-jarige leeftijd verhuisde Verda naar een zwarte gemeenschap waar haar tante en oom woonden. Hier, in St. Paul, Minnesota, zou ze ervaren hoe het leven was in een zwarte gemeenschap. Ze begon haar werkende carrière, maar dit was ook het begin van haar uitgaansleven. Voor het eerst had ze zwarte vriendjes en ging ze naar volledig zwarte kerken en sociale clubs. Ze kwam ook in aanraking met de burgerrechtenbeweging, waar de geschriften en filosofieën van Martin Luther King bestudeerd werden. Opgroeien in deze periode in de geschiedenis, met segregatie aan de ene kant en opkomende burgerrechtenbeweging aan de andere kant, had zeker een diepgaande invloed op de vorming van het karakter van Verda. Het was voor haar altijd moeilijk te begrijpen hoe de kleur van iemands huid zo'n scheidende factor in de samenleving kon zijn. Als een natuurlijk verloop van het leven was Verda klaar om te trouwen. Tussen haar leeftijdsgenoten en vrienden vond ze uiteindelijk een lieve man. Hij diende bij de luchtmacht en zelfs als zwarte man bouwde hij een mooie carrière op. Zijn leven in het leger bracht het gezin naar verschillende plaatsen over de hele wereld, zoals Parijs, Tokio en Duitsland. Het koppel werd gezegend met een lieve dochter die overal ter wereld opgroeide, afhankelijk van waar haar vader naartoe moest. Hoewel Verda altijd wist dat ze een adoptiekind was, was er iets dat haar dwong om haar afkomst te onderzoeken. Ze wilde weten waar ze genetisch gezien vandaan kwam. Kinderen die gelukkig opgroeien in een adoptiegezin en kinderen die geen prettige ervaring met adoptie hebben, hebben allemaal 1 ding gemeen. Ze willen weten wie hun biologische ouders zijn en proberen die vaak op te sporen.
Als ze uiteindelijk overleden zijn, is het zien van een foto van hen ook een manier om vrede te sluiten met hun afkomst. Pas nadat ze meer dan 3 decennia getrouwd was met haar man, werd Verda vastbesloten het mysterie van haar afkomst op te lossen. De dood van haar adoptiemoeder, Edwina, kan de aanleiding zijn geweest voor de gebeurtenissen die volgden, maar Verda ontwikkelde steeds meer de behoefte om haar afkomst te bestuderen en te begrijpen. Haar moeder had nooit veel gesproken over haar biologische ouders en ze kon geen woord uit de mond van haar vader krijgen. Nu kon ze tenminste op zoek gaan naar informatie over haar biologische ouders zonder de gevoelens van haar moeder te kwetsen. Toen Verda de documenten en foto's begon te studeren die haar moeder haar hele leven lang achter slot en grendel hield, deed ze een schokkende ontdekking over haar verleden. De ontdekking van 1 enkel document stuurde haar leven in een geheel nieuwe richting. De periode die volgde was gevuld met een hoop emoties. Dit was zo'n overweldigende ervaring dat ze een paar dagen nodig had om zich aan te passen aan haar persoonlijke ontdekking. Verda had het uiterst moeilijk met haar emoties tegenover haar adoptiemoeder. Edwina Wagner had haar hele leven geheim voor haar dochter bewaard. Hier was Verda al op pensioengerechtige leeftijd en nog steeds getrouwd met dezelfde man. Nu haar moeder dood was, moest ze niet alleen deze informatie in haar eentje verwerken, maar zou ze nooit de kans krijgen haar moeder te confronteren of haar redenering achter het bewaren van dit geheim te begrijpen. Het document dat zoveel commotie en opschudding veroorzaakte in het leven van Verda was de ontdekte van haar geboorteakte. Nadat ze het document eerst vluchtig had doorgelezen, vielen haar ogen op enkele details. Toen ze de letters voor het eerst las, kon ze haar ogen nauwelijks geloven. Nadat ze in haar oog had gewreven en een kreet van totaal ongeloof had geslaakt, moest ze gaan zitten en haar emoties bedwingen. Wat ze op 70-jarige leeftijd ontdekte, was iets heel onverwachts. Verda moest zeker zijn over de waarheid van deze schokkende onthulling en schakelde daarom een onderzoeksbureau in om haar biologische geschiedenis op te sporen en de informatie in haar adoptiedossiers te verifiëren. Ze kon nog steeds niet geloven wat ze ontdekt had. Na meer dan 70 jaar als Afro-Amerikaanse vrouw te hebben geleefd, ontdekte ze dat ze in feite blank was. Haar biologische ouders waren Daisy en Earl Beagle en beide waren Caucasiërs. Niet alleen begreep Verda niet waarom haar moeder deze informatie voor haar had verborgen, maar later ontdekte ze ook dat ze eigenlijk 10 biologische broers en zussen had die ze nooit had kunnen ontmoeten. Tegen de tijd dat ze deze ontdekking deed, waren er nog maar 4 in leven. Ze voelde zich bedrogen door het besluit tot geheimhouding dat haar moeder had genomen, vooral omdat het een enorme invloed had gehad op haar hele leven. Ze was haar hele leven gediscrimineerd vanwege haar vermeende afkomst en nu bleek dat ze nooit in die positie zou zijn gebracht als hun ouders haar de waarheid over haar afkomst hadden verteld. Ze zou natuurlijk niet de rol van de aanvaller hebben gespeeld, maar ze zou ook niet zijn aangevallen. Na 2 jaar zwoeg om in het reine te komen met haar identiteit, heeft de vrouw die bekend staat als Verda Ann Wagner Bird vrede gesloten met haar verhaal en haar geschiedenis. Ze identificeert zich als een mooie zwarte vrouw, maar ze vinkt alle vakjes aan als ze geconfronteerd wordt met een sollicitatieformulier waarin naar haar ras wordt gevraagd. Ze is zwart, blank en anders, allemaal vermengd tot één vanwege haar unieke verhaal. Wat vind jij van het verhaal van Verda? Hoe zou jij reageren als je zoiets schokkend zou ontdekken over je afkomst? Vertel het ons in de comments. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.